Antwerp verloor gisteravond een vriendschappelijke wedstrijd tegen KV Mechelen met 0-2. 75 minuten lang kon de Grey Dolt de eerste klasser in bedwang houden, maar het slotkwartier was er te veel aan. Antwerp speelde vanuit een goede organisatie, maar miste snelheid en creativiteit. Voor Rood en Wit start de competitie in tweede klasse op 17 augustus. Antwerp heeft nog 3 weken voorbereiding. Voor KV is deze gala-wedstrijd de laatste voor de start van de competitie. In de tweede minuut lijkt het prefix gala al op zijn plaats wanneer Van den Berg de eerste kans krijgt. De Fourny redt. De 19-jarige Theo De Fourny mag je zeker een aanwinst noemen. Een keeper met een degelijke reflex, vertrouwen op hoge ballen en een stevige uitworp in de rechterarm. Het is ook niet voor niks gehaald. Dus dat is een heel lange gesprekken voor aan de gang geweest. Dus een van onze harde werkers die heeft de contacten goed kunnen onderhouden daar. Daar, dat is het Franse Lyon, de Europese topper Olympique Lyonnais, waar zijn opleiding is voltooid. De Fourny krijgt het Antwerp publiek in de tweede helft volledig op zijn hand. Na een uur komt Zet de Witte aan. Mark Brijs meldde dat het niet meer lukt voor Gorius. De Mechelse aanvoerder moet hinkend het terrein verlaten. Een streep door de rekening voor de Antwerpse trainer. Antwerp van zijn kant hield KV tot dan in bedwang zonder zelf veel te creëren. Het was een wedstrijd van net niet. Het tempo lag ietsje te hoog voor ons. Daar moeten we eerlijk in zijn. En wat me wel stoort, dat is het doelpunt dat we weggeven. Een slechte laterale paas van Lambeau zet Malinois op weg naar de 0-1. Het is nieuwkomer Cordaro die Fibel en De Fourny op het verkeerde been zet. Terug naar het prefix gala in gala-wedstrijd, want daarvoor is het wachten tot minuut 81. Eentijdsvoetbal van KV op de rechterflank, de hak van Chen, de borstcontrole van Henkens en de heerlijke 0-2. Fantastisch doelpunt van de Mechelaars die op deze manier toch nog zorgen voor een bruisend slot van een gala-wedstrijd. Ook Henkens is een nieuwkomer bij KV, als visitekaartje kan dit tellen. Nu vrijdag ontvangt Antwerp het Spaanse Getafe voor een volgende oefenpartij met Allure. Antwerp-KV Mechelen was een risicowedstrijd. En de Antwerpse politie was dan ook massaal aanwezig in de buurt van de Bosuil. Er werd een ordedienst van een 200-tal manschappen op de been gebracht. En die kreeg ook nog versterking van een helikopter en een waterkanon. Want de politie vreesde voor rellen na de wedstrijd. Maar zover kwam het niet. 4 Antwerp-supporters werden wel opgepakt wegens ordeverstoring. Maar ze zijn alweer vrijgelaten. Al bij al bleef het erg rustig rond de Bosuil. De spelers en supporters van KV Mechelen konden dan ook ongehinderd weer vertrekken.